Hallo allemaal, welkom bij Hogeschool Rotterdam. Ik ben Monique en ben al flink wat jaren werkzaam op de hogeschool. Ik wil jullie laten zien wat wij op Hogeschool Rotterdam doen op het gebied van Open Science. Arjan, ik wou jou vragen, kan je ons aangeven waarom Hogeschool Rotterdam Open Science zo belangrijk vindt? Rotterdam kent tal van uitdagingen en om die uitdagingen aan te kunnen, hebben we elkaar nodig. Daarom vinden we Open Science zo belangrijk, want via Open Science kunnen we ons praktijkgericht onderzoek en de resultaten daarvan delen met het MKB, met het publiek en met de maatschappelijke instellingen. Via deze manier openen we onze deur, eigenlijk figuurlijk, naar de buitenwereld toe, zodat we in gezamenlijkheid kunnen werken aan de toepassingen en we onszelf kunnen overtreffen. Een onderzoek waar open data gewoon heel belangrijk is, dat is Vitale Delta. Anneloes, jij bent lector transities in zorg. Kan je ons iets meer vertellen over dit programma? Ja, Vitale Delta is een groot onderzoeksprogramma gefinancierd door SIA Sprong. En de bedoeling is dat we met 4 hogescholen samenwerken aan vitaliteit en gezondheid in de regio. En dat we dus heel veel projecten gaan doen met allerlei partners, van gemeentes tot aan zorginstellingen, maar ook welzijn, om te werken aan die vitaliteit en gezondheid in de regio. Waarom is open science, open data zo belangrijk voor dit onderzoek? Ik denk dat dat heel essentieel is, omdat open data gaat over dat je met elkaar deelt wat je aan bevindingen hebt en wat je hebt verzameld. En dat je dat niet voor jezelf houdt of alleen maar voor een heel beperkt select publiek. Maar ik denk dat het de kern is van hbo-onderzoek, dat je realiseert dat er maatschappelijke impact is. En daarom hoort, wat mij betreft, hoort open data bij hbo-onderzoek. Hallo Evalien. Ik kwam net van Anneloes en ik wil je graag een vraagje stellen. Kan jij aangeven hoe de mediatheek de lectoren ondersteunt bij hun onderzoek? Ja, vanuit het auteursrecht informatiepunt bieden we ondersteuning in brede zin. Aan de start van het onderzoek kunnen we bijvoorbeeld helpen bij het invullen van het datamanagementplan. En aan het eind bij het open access publiceren van de onderzoeksresultaten. En we geven advies en we zorgen voor bewustwording. En dat doen we bijvoorbeeld bij het jaarlijks georganiseerde mini-symposium over open access. Ik loop nu naar Peter toe. Peter is lector revolutie van de maakindustrie. Open science, is het nou iets nieuws? Open science is geen nieuwe ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld terug aan de tijd toen ze de stoommachines aan het uitvinden waren, de vliegtuigen, de hoogovens. Die club mensen, mannen, waren heel erg hun kennis aan het delen. Anders was die technologie nooit van gekomen. Pas op een gegeven moment kwam dan zo iemand als James Watt langs en zei, ja, die stoommachine is van mij. Ik wil daarop een octrooi. En heeft daarmee zijn concurrentie uitgeschakeld, maar eigenlijk ook de ontwikkeling een beetje gestopt. Waarom is open science nou eigenlijk zo belangrijk voor onderzoek? Voor ons als onderzoekers is het superbelangrijk op de gedachten en de resultaten van collega's kunnen voortbouwen. Standing on the shoulders of giants. Dus dat delen, dat is eigenlijk de basis überhaupt van ontwikkeling in onderzoek. Denk terug, een aantal jaar hadden we die hype van iedereen heeft een 3D-printer thuis. Er zijn letterlijk honderden merken van 3D-printers ontstaan wereldwijd. Die gaan allemaal terug op één ontwerp van een 3D-printer die ooit in 2009 is als open source project vrijgegeven. In het onderzoek is het super belangrijk dat wij de resultaten van het onderzoek onderling delen. En dat is het altijd geweest. En dat moet het altijd blijven. Ik sta hier bij Angeline. Angeline is lid van het CVB van Hogeschool Rotterdam. En ik zou je willen vragen, Angeline, wat is het belang van Open Science? Allereerst is het heel belangrijk dat je gewoon veel sneller en meer van elkaar kunt leren op het moment dat je informatie, data en allerlei dingen met elkaar deelt. Dus dan kun je sneller stappen voorwaarts zetten. En het is dus ook van belang om de informatie die je krijgt ook gewoon weer met de maatschappij deelt, zodat zij daar ook weer mee verder en vooruit kunnen. Als we praten over open science, wat hebben we dan nodig om open science ook succesvol te laten zijn? Open science kan alleen maar succesvol worden als je daar heel zorgvuldig mee omgaat. Als jij data van anderen zomaar gebruikt en je gaat daar niet zorgvuldig mee om en je plaatst het niet in een bepaalde context en je houdt je niet aan een aantal dingen die daaronder liggen,
dan wordt het heel ingewikkeld om daar ook zinvol mee om te gaan. En die zorgvuldigheid moet je echt wel willen betrachten. Nou, met deze vlog hebben we geprobeerd om een beetje aan te geven waar Hogeschool Rotterdam mee bezig is als het gaat om open science. Maar ik wil eigenlijk afsluiten met een vraag aan Arjan. Kan je ons nog een paar tips geven voor andere hogescholen? Ja, ik heb denk 3 tips. 1. Hou het klein. Bouw het blokjesgewijs op. Zorg voor commitment van het college van bestuur en zorg voor communicatie. Communicatie over open science en communicatie over de ondersteuning rond open science.